De brug over de Patamata-kreek in het district Marowijne is gisteren officieel in gebruik genomen. Nieuwmond Suriname heeft gezorgd voor de financiering van de brug die gaat over de Lange Tabiki-weg. De nieuwe brug heeft een lengte van 20 meter en is 10 meter breed. Hawkers Construction was belast met de uitvoering van de werkzaamheden in opdracht van het ministerie van Openbare Werken. De financiële kosten van de brug zijn $575.000. Voor Nieuwmond Suriname is het van belang dat zowel de medewerkers als het materiaal goed en veilig worden getransporteerd vanuit de diverse locaties. De bouw van de brug heeft in totaal 5 maanden geduurd. Het is de bedoeling dat de bewoners in het gebied en het bedrijf tientallen jaren van de brug zullen genieten. Nieuwmond Suriname is belast met het onderhoud. Minister Riad Noor Mohammed geeft aan dat er gewerkt moet worden aan ontsluitingswegen. Volgens de bewindsman is het een kunst om projecten uit te voeren zonder dat de begroting te veel belast wordt. Het uiteindelijk doel is om de infrastructuur van Suriname duurzaam te ontwikkelen. Met de nieuwe brug kunnen personen en bedrijven veilig de oversteek maken van Marowijne naar Sipaliwini.